Vid 75 på Kalmar. Omgången ser jättebra ut tycker jag. Så, vi startar med V75-1. Jag tror att det blir två hästar som måste med på kupongen. Jag tror att nummer 2, Star Advisor Jolie, sitter i spets tidigt. Och har vi Nadal Broline kommer i dödens. Jag tror att bägge hästar är i jättebra form och kan vinna det här loppet. Normalt sett är Nadal Broline en bättre häst, men senaste startet var i april, så kan bli het Star Advisor Shirley winnen van Spets. Men som zaak naar de Broline haar een betere hest. Zo, so, ja, ik troo het Fem ook 2. Take them, nummer Gu. Riet de Long, u tukke ja, maar dat er een jettebra hest ook zo. Men ja, ik troo het aan winnen dat in de bakkie van. Zo, 2 ook Fem in versta WQTFM lop. W75-2, ja, wil je het plokken met twee hesten. Nummer 1, Tudor Kronos. Hij ziet jettefin uit, jettebra vorm. Bra startspoor ook zo. Ja, wil dan met nummer 8, Temple of Dreams. Jettebra in de senaste twee starten. Nou, je troor dat hij kan uitmanen nummer 1, Tudor Kronos. Zo, het ook 8. W75-3, ja, wil je het plokken met twee hesten. Je tror att nummer 2 Penseklooster och nummer 3 Calypso Am är i jättebra form. Så de är motiverade favoriter. Men jag vill ta med ook nummer 1 Dynamite Light, där en bra häst. Spår 1 är också bra med springspår. Så jag tror att 1, 2, 3 är första hästar i loppet. W75-4, dat kan bli een chance piek in nummer 1, Westerbo Arthur. Han var bra i de två senaste starten, så jättefin ut. Jag tror att långsidan var jättebra på boden. Så jag tror formen sitter där. Han, spår 1 är också jättebra. Så dat kan bli een chance piek. Bakom Westerbo Arthur wil je nemen naar nummer 15, Tomorrowland, Peter Untersteiners hest. Je tror het, dat blir top voor hem nu. Untersteiner winner Mongelop ook just nu. Zo, so, je tror het, het ook 15 ar första hesta i loppet. Bakom dom ar dat viet uppet. Weet goed, die FM? Je troe dat 3, 11, 4 hesten moesten met. Je troe het eerste hestenlub is voor mij aan nummer 10, Umer Brik. Ken ik wel, ja, dat zit erin, senast. Ook zat vast met kracht of kwaar. Dat was een te bra shirt van Ken Ekke. Men jag tror sportie nu, så jag tror att det är en bra chans att vinna det här loppet. Det är en bra häst. Bakom Umerbrick har vi nummer 5, Gucci de Gato. Såg jättefin ut senast från dödens, på niet lätt. Edge Bogo nummer 3, ja. Diffus form tycker jag, men det är en bra häst. Och nummer 7, Tumble Dryer. Liep te långt ut. Men haar een jettebra sista 300 meter. Dat kan skrella. Men som sagt, 10, 5 haar eerste hester. Waar komt om 3 ook Gu. W75-6. Je tror dat kansje een uppet lop. Bra hester, bakkie van ook zo. Je tror het nummer 2, Quid Pro Quo. Je tukte dat kan bli een chance piek. Zat vast in de senaste start daarna. Liet passief churning van Erik. Maar je tror met
meer offensief kan gaan definitief winnen 30 jaar lopen. Mijn Harry Hetero nummer 4 aan nu jet te bref vorm ook nummer 5 Magic Tonight aan jet te snap uit. Mis er zelf spets van pro 5. Zo. Ja, wie dat blie shirt er in te zeker. Mijn 2, 4, 5 definitief welkom er til spets. We moesten het met een paar coupons. Ja, die paarden nummer 1, Global Money Seners. Ja, Thor. Hester naar Ibra vorm. Ja, ar snap uit. Kan zit er Ruk Ileder. En dat ar jet te spannende. BBS Sugarlight. Royal Fighter. Nie ook tof. Ja, Hester haar. Waar met die elite loopt zo, dat Abra Hester, maar po sprinter distans, haar dat in te let het winnen dat heel loopt. Zo, ik troer dat haar het up het loopt. Met spets Hester haar i verdeelt natuurlijk, ja, zo 2, 4 of 5 moest hij definitief niet pakken, pongen. Zies de afdelingen. Je troer het, je wilt daar met 3 Hester. Nummer 1, Furious Francis. Jette snap uit, ook kan leder op het lange. Nummer 2, Excellent Chili Triple. Jette braaf vorm. Kan definitief winnen dat hij loopt ook zo. En men moest het daarmee King Sir Keir, nummer 5. Hanna altijd bra. Spoor 5, maar ja, oké. Okay. Zo kan winnen dat hij loopt. Kansje wen nummer 1, Furious Francis Galapera van start. Dan King Sarkur zit er iets spets die die tikken, ja. En dan kan hij definitief winnen dat hij loopt. Zo, 1, 2, 5. Zo, dat was alt. Je weet, Zwerje haar midsommar. Just nu zo. Hoppas dat blijft braaf voor die Allah. Lukatiel, of wie zei het nesta wekken? Hey, doei.